Goed, dan heropen ik weer de vergadering. Agenda punt 3 staat op de agenda. Dat is een brief van de voetbalvereniging SDVB. In zaken uitbreiding Sportpark Noordschoten. Die is geagendeerd door de fracties van SGP Lokaal Belang, de ChristenUnie Pro 98 en het CDA. Zij krijgen zometeen even de gelegenheid om dat kort toe te lichten. Er zijn twee insprekers, de heer Van Beek en de heer Hofland. Uit het college is de heer Wijnen en mevrouw Pluimers aanwezig. En als ambtelijke ondersteuning mevrouw Valkier. Als eerste wil ik de heer Van Beek en de heer Hofland de gelegenheid geven om hun verhaal te doen. Ik weet niet of jullie allebei wat willen of alleen. Ongeveer 2 minuten. Ga uw gang. Ik zal mijn best doen, voorzitter. Dank u wel voor het uitnodigen en voor de spreektijd in deze commissie. Ons probleem, omschreven in de brief van 17 oktober, is denken wij duidelijk. Al lange tijd zijn op Sportpark Noordschoten extra velden gepland om ervoor te zorgen dat het zich uitbreidende Barneveld kan blijven voldoen aan de vraag naar sport en aan voetbal in het bijzonder. Op dit moment bestaat de wachtlijst bij ons uit 150 kinderen. SDVB is een mooie vereniging van grofweg 1200 leden, naast een hele grote groep vrijwilligers en een breed gedragen businessclub van 150 lokale ondernemers. Wij handelen op niveau en met een sportieve en organisatorische ambitie binnen het typisch Barnevelds kader. Vandaag, op de kop af vandaag, een jaar geleden, meldde de Barnevelse krant op haar voorpagina dat SDVB verder kan. Willemsen, de verkopende partij, werd geïnterviewd en het was duidelijk, de grond is aangekocht voor de aanleg van voetbalvelden. De uitbreiding van Sportpark Noordschoten kon plaatsvinden. Na diverse gesprekken over parkeerdruk, waarbij een gemeentelijk voorstel ertoe zou leiden dat er minder capaciteit zou ontstaan voor de vereniging in plaats van meer, is door ons als vereniging een tegenvoorstel uitgewerkt. Gemeentelijke normen en de input van een door de gemeente ingehuurde verkeersdeskundige zijn gebruikt. De verkeersdeskundige geeft aan dat er 299 parkeerplaatsen nodig zijn na de uitbreiding van het sportpark. Ons voorstel komt uit op 30 tot 50 plaatsen meer dan die 299. Dit voorstel is besproken op 13 december 2021 met de wethouders en meegenomen in de verdere ontwikkeling. Dat voorstel zit ook als bijlage bij de brief van 17 oktober. Op 22 maart, jongstleden, wordt door het college het besluit genomen tot uitbreiding voetbalvereniging SDVB. In dit besluit, zie memo nummer 21022, wordt exact omschreven wat SDVB heeft voorgesteld als oplossing voor het parkeerprobleem. Dit wordt nog eens onderschreven als we schriftelijk door de wethouder worden gefeliciteerd met het collegebesluit. Verkiezingen leiden tot een nieuw college en wij spreken elkaar voor het eerst op 30 augustus. Nieuwe vragen lijken logisch, maar een andere inrichting niet. Een voor ons vreemd gesprek, daar wij vanuit het vertrouwensbeginsel dachten nu door te pakken op het in maart genomen gemeentelijk besluit. In ons tweede en laatste overleg van afgelopen week komt echt een zeer verontrustend onderwerp ter tafel. Ons wordt verteld dat de parkeeroplossing toch echt één heel veld moet zijn en dat het college nu twijfels heeft over welke oplossing dan ook op deze plek wel een goede is. De zinsnede op deze plek werd een aantal keer herhaald en daarover maken wij ons grote zorgen. Duidelijk is dat met ons door college goedgekeurde parkeerplan we welke parkeernorm dan ook makkelijk halen en dat we met lage kosten het parkeerprobleem na de uitbreiding op het sportpark Noordschoten kunnen oplossen. We tasten daarbij geen groen aan en we zorgen voor een goede afwatering in ons plan naar de grond. Wij begrijpen het niet meer. Wat is er nu echt aan de hand rond het gebied waar Sportpark Noordschoten nu is gevestigd? Op deze plek. Wat bedoelen we nu eigenlijk? Wat bedoelen we met op deze plek? Wat weerhoudt ons nu om door te pakken? Wij binnen SDVB moeten verder. Ook wij moeten onze vrijwillige organisatie verder kunnen inrichten op groei en het snel wegwerken van de wachtlijst van nu al 150 kinderen die aan de slag willen bij SDV Barneveld. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu eerst even de fracties die dit geagendeerd hebben even korte gelegenheid om toe te lichten waarom ze dat gedaan hebben. En dan wil ik beginnen bij de SGP. Ja, dank u wel voor het woord, voorzitter. Ja, uiteraard de brief van de SDVB en datgene wat vanuit het college gekomen is, zeg maar, daar zit wat licht tussen. Dus dat is een van de redenen waarom wij het willen agenderen, maar met name ook vanwege de bewoners. Omdat wij met hen ook contact hebben gehad en zij nu toch ook wel verontrust raken.
nu het huidige plan van SDVB, oftewel het plan wat de heer Van Beek ook heeft toegelegd, toch weer op de schrijf- of en tekentafel komt, zeg maar. En zij vragen zich af in hoeverre dat nu gevolgen voor hen gaat hebben. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die wij ook echt aan de orde willen stellen. Daarnaast ook wel de toekomst, zeg maar, van SDVB op deze plek. 1200 leden op dit moment, 1300, moet groeien naar 1800. Als je kijkt naar de uitbreiding van Barneveld, dan is daar wel het een en ander voor te zeggen. In hoeverre is ook deze oplossing die nu komt toekomstbestendig? Dus ook daar hebben wij wel vragen bij. Meneer Van der Born. Ja, voorzitter. Ja, ik was vooral geïnteresseerd in een aantal beweegredenen van SDVB om op deze manier de discussie te starten. Dat wil ik ze ook zo bevragen. En voor ons is ook de onrust bij de omgeving. Daar wil ik eventjes over reflecteren. En ik heb nog een aantal opmerkingen gekregen van leden uit mijn fractie die zelf actief zijn bij een voetbalvereniging. En die vraag wil ik eigenlijk straks ook aan SDVB stellen. Dat is het, voorzitter. Meneer Wiesenecker. Ja, bedankt, voorzitter. Wij zijn aan het begin van deze nieuwe periode een paar keer ook op werkbezoek geweest bij SDVB. En toen werd inderdaad ons ook duidelijk dat er licht leek te zitten tussen de beoogde uitbreiding die SDVB voorzien had. En hoe het college op dit moment kijkt naar hoe dat gerealiseerd kan worden op de plek met de huidige parkeerdruk. Nou, ook met de stukken die we ook vanavond weer hebben gekregen, lijkt die parkeerdruk toch niet het echte probleem te hoeven zijn. Het lijkt niet nodig te zijn. Dus we zijn benieuwd hoe het college daarnaar kijkt. Dus daar willen we over in gesprek. En we willen inderdaad in gesprek met de vereniging om te horen. Hoe kijkt u nu naar de beoogde groei? Hè? Kan dat aan met het huidige plan? En bent u dan ook bereid tot dat moment dan te groeien? En daarna, op deze plek, kan dat mogelijk dan niet meer verder? He, dus kan u op deze plek met de huidige plannen groeien tot 1800? Graag willen we even beantwoorden tot zometeen. Ja. Meneer Mulder? Dankjewel, voorzitter. Ja, wij waren verbaasd over dat eigenlijk het besluit wordt teruggedraaid. En daarom wilden wij erover in gesprek. En meneer De Vries? Ja, dank u wel, voorzitter. Wij waren ook verrast. Er is veel aan gewerkt de afgelopen jaren. 22 maart was inderdaad een besluit. Dachten dat we eruit waren. Maar kennelijk maakt het college nu een andere keuze. En is SDVB weer terug bij af, lijkt het wel. Dus ik heb vooral vragen richting het college. Want SDVB is wel helder hoe ze erin staan. Eigenlijk ook hoe het collegebesluit was. Dus hoe kan het zo zijn dat het college dat nu terugdraait? Mooi, duidelijk. Zijn er vanuit de commissieleden vragen aan de twee heren van SDVB? Meneer Wiesenecker. Ja, bedankt, voorzitter. Ik had het net eigenlijk al wel gesteld. Er liggen nu plannen om twee grasvelden aan te leggen zonder verlichting. Daarbij zijn verschillende ideeën over de parkeerdruk. Maar we zijn vooral benieuwd, kan u met die twee grasvelden, zou u dan uit kunnen naar 1800? Wilt u ook groeien tot 1800? En hoe kijkt u dan daarna? Want het lijkt er wel op dat er dan geen uitbreiding verder mogelijk gaat zijn. Dus wilt u daarna nog verder groeien? En hoe kijkt u naar de toekomst daarna? Meneer Van Beek. Voorzitter, wij zien dat wel. We hebben een aantal jaren geleden aangegeven dat bij 1800 leden, een getal wat overigens door de gemeente Barneveld is vastgesteld, niet door ons, werd aangegeven van oké, dan hebben we met twee velden voldoende. En dan kunnen we op die 1800 zeker af. Nou, wij schatten in dat zeker nog tussen de 5 en de 10 jaar duurt voordat je van 1200 naar 1800 bent. Dan zouden we de helft nog een keer erbij moeten krijgen. En het gaat met honderden, maar niet met duizenden tegelijk. Dus wij denken dat nog heel erg lang voldoende is. En dan erbij, dan is het gras en nog geen kunstgras. Meneer Van der Born. Ja, voorzitter, ik heb een aantal vragen. Allereerst, u schetst in uw brief ook, er is een gesprek geweest met het college op 30 augustus. Er zijn verkiezingen geweest, zomervakantie, zo gaan die dingen. 30 augustus is een gesprek geweest. En dan stuurt u op 17 oktober, dat is 5 weken later, een brief naar de raad en naar de pers met eigenlijk uw ongenoegen over het gesprek. Nou is mijn vraag, daar ben ik echt gewoon nieuwsgierig naar, waarom heeft u niet verder gesprek met het college hierover? Waarom dan op deze manier de publiciteit zoeken? Want u was toch nog in gesprek, of waren gesprekken al afgerond met het college? Meneer Van Beek. Nee, ik denk dat dit dossier de gesprekken helemaal niet afgerond zijn met het college. En dat ze dat ook al heel lang niet zijn. We praten al heel lang als vereniging met al onze leden achter ons in een kleine tafel met het college.
We hebben op een gegeven moment een besluit, op 22 maart dit jaar een besluit, waarmee wij dan denken, nou oké, dan gaat het nu gebeuren. Vervolgens komen we in dat gesprek en dan blijken er weer allerlei, ja, misschien moeten we nog eens even kijken naar dit of dat. Nee, dan stopt het. Dus toen hebben we besloten om dan dit te zoeken. Maar mag ik voor de verder vraag, voorzitter? Maar u spreekt voor het allereerst met een nieuw college. Hè? Dus ja, dat was een nieuw college, een nieuwe wethouder in over dit onderwerp. En dan zegt u na 5 weken al van, nou, het gaat niet goed, we gaan meteen de pers opzoeken. Dat is mijn. Voor u was het eigenlijk al klaar dus, de discussie. Anders stuurt u zo'n brief niet aan de raad. Het ligt anders, voorzitter. Wij hebben denk ik 5 weken nagedacht over wat we nu zullen doen. Wij zijn weggekomen uit dat gesprek met het gevoel van, we gaan niet bij nul, we gaan gewoon toch weer overnieuw beginnen met een nieuw college. Want plotseling waren er weer andere ideeën en gedachten. Wij hebben een besluit op 22 maart van dit jaar. Uw antwoord is denk ik helder. Ik heb 2 korte vragen. Meneer Van der Born, en heeft nog een aanvulling? Ja, 2 korte. U heeft in de brief over capaciteitsproblemen. Ik zag op uw website dat u op vrijdag niet traint. Wat is daar de reden voor? Want dan liggen alle velden dus vrij. Op de website staat geen trainingen op vrijdag. Klopt dat? Meneer Van Beek. Dat klopt. Op vrijdag wordt er niet getraind. Althans niet structureel. Wel door teams en opleiding, maar niet structureel. Maar is dat ook niet de manier om de capaciteit flink te verbreden? U traint nu 5 dagen, 4 dagen. Een beetje achter zitten misschien. U traint nu dus 1 volle dag niet. Is dat niet een probleem dan voor de capaciteit? Is dit het? Ja, dit is het. Ja. Ja, ik begrijp de vraag. Op de vrijdagavond wordt er inderdaad niet structureel getraind. En je zou vrijdagavond ook kunnen indelen, daar gaat het helemaal niet om. Maar ons standpunt was, ons uitgangspunt was, we hebben een besluit. We gaan aan de slag. En nu wordt het weer anders. En daarom hebben wij de ruimte gezocht die we nu hebben. Nee, dat mag ook. Alleen ik ben nieuwsgierig naar, u zegt in brief geen capaciteit. Dan ben ik benieuwd waarom al een hele dag niet getraind wordt. Even een andere, laatste vraag. Het gaat even over die verlichting. Een collega van mij die is jarenlang actief geweest in Garderen. En die zegt, wat wij gedaan hebben toen we het probleem hadden met de buurt, hebben we de lichten aan 1 kant van het veld gezet. Dus eigenlijk aan de kant van de woningen, dan heb je toch het licht op de velden, maar schijnt het niet in de woningen. Is dat een mogelijkheid om daarnaar te kijken? Niet voor zover wij weten, want volgens mij is het afgekaart. Er komt geen licht. Het staat nu nog een keertje in de antwoorden, er komt geen licht. Dus ja, nee, als dat nu wel een mogelijkheid is, dan zijn we dus weer aan het praten. Nee, meneer, mijn vraag is, zou dat een oplossing kunnen zijn aan u? Is dat voldoende licht dan voor een veld, een half verlicht veld? Kan dat? In de toekomst misschien? Ja, maar dat zijn misschien, dus dat laten we maar even zo. Meneer De Vries zag ik ook. Ik heb meer richting het college. Gaan we zo doen. Ja. Meneer Lasje. Ja, ik heb een vraag aan de mensen van de SDVB. Ik begrijp dat de gemeente een getal heeft gesteld van 1800. En dan komt er een suggestie dat je met vrijdagavond extra ruimte kunt organiseren. Kun je daarmee 600 leden accommoderen op de velden die er nu zijn? Meneer Van Beek? Nee, je kunt geen 600 leden op een vrijdagavond plannen. Dat lukt niet. Meneer Wiesenecker even. Aanvullende vraag of een nieuwe vraag? Aanvullende vraag inderdaad, een korte vraag ook. Want volgens mij is die extra capaciteit eigenlijk alleen nodig op zaterdag, op je wedstrijddag. Want die 2 extra velden worden überhaupt niet gebruikt voor training, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, de 2 uitbreidingsvelden, dus van 6 naar 8, die zijn voor de wedstrijdcapaciteit. Maar als wij dus weer een halve veld moeten inleveren, dan gaan we dus weer naar 7,5. En dat halve veld wordt op dit moment gebruikt als trainingsveld. Dus daar leveren we trainingscapaciteit, gaan we nu sowieso inleveren. Meneer De Knecht. Ja, dank u wel voor het woord, voorzitter. Ja, toch even voor de helderheid, bij mijzelf in ieder geval. Dat plan wat u hebt ingediend, originele plan zeg maar, met 2 extra velden zonder verlichting, het inleveren van een half trainingsveld en eventueel nog een 3e veld. Dat is voldoende om te groeien naar 1800 leden. Heb ik dat goed? Ja? Ja. Oké. En dan had ik nog een 2e vraag, als het mag, voorzitter. U had het over het ambitieniveau.
Puur informatief, is er een verband tussen het ambitieniveau en datgene wat u nodig hebt? Bijvoorbeeld als het gaat om trainingsvelden of om wedstrijdvelden. Is daar vanuit een externe partij, bijvoorbeeld de KNVB, worden er dan extra eisen gesteld, zeg maar, om dat te verwezenlijken? Of is dat er niet? Meneer Van Beek. Ja, er zijn algemeen geldende regels binnen de KNVB. Daar kijken we ook naar. En de gemeente ook, trouwens. Maar als je kijkt naar een bepaald ambitieniveau waar je op speelt en waar wij op spelen, dan train je 2 tot 3 keer in de week. Zeker voor selectieaftallen. Anders kom je niet op dat niveau. Dan moet je lager gaan voetballen. Dus dat is de intensiteit die wij nodig hebben om onze ambities waar te maken. En dat ambitieniveau is niet gewijzigd in de afgelopen tijden en daar voldoet dit plan ook aan om dat ambitieniveau vast te houden, zeg maar. Juist. Dank u wel. Dan gaan we nu naar de vragen voor de wethouders, eventueel ambtelijke ondersteuning. Wie mag ik het woord geven, meneer De Vries? Ja, dank u wel, voorzitter. Het werd al een paar keer gezegd, 22 maart is een besluit genomen door het college. Dat besluit dat heb ik hier ook bij me. Het is gewoon een heel collegevoorstel of collegebesluit waarin heel helder staat wat de afwegingen zijn, wat STVB wilde, wat de gemeente oorspronkelijk wilde. En daarin zie je dat uiteindelijk het college hier de keuze maakt om voor het plan te gaan van STVB met duidelijke randvoorwaarden. Dan lijkt het helder voor STVB, staat ook helder in de planning, wat gaan we de komende maanden doen om uiteindelijk ervoor te zorgen om volgend jaar, dus nu volgend jaar zomer, nieuw seizoen, STVB klaar te maken voor het nieuwe seizoen met de nieuwe velden. En nu pardoes lijkt dat anders te zijn. En mijn vraag is dan ook, hoe serieus neemt het college haar eigen besluiten? Laat ik daarmee beginnen. Wie van het college mag ik het woord geven? Mevrouw. Voorzitter, dank u wel. Het klopt dat er inderdaad een besluit is genomen, maar daarin zijn heldere randvoorwaarden opgenomen. Dat het natuurlijk ook om de uitwerking gaat. Hè. Er is een besluit genomen om grond aan te kopen. Dus de uitbreiding staat hier niet ter discussie. We komen nergens op terug. Het gaat alleen om dat wij hebben met elkaar afgesproken dat wij een integrale afweging hebben over de uitwerking daarvan. En die uitwerking behelst 3 varianten. En op basis van al die criteria waar wij die voorstellen op bezien, hebben wij daar een uitwerkingsvoorstel neergelegd, optie 1. Meneer De Vries. Maar als ik naar dit voorstel kijk, wordt er gewoon aangegeven, we gaan voor een half veld. We gaan niet voor een heel veld. En als ik het zo van STVB begrijp, is daar weer een discussie over. Als het gaat om parkeren, wordt hier gezegd, dit is voldoende, op deze manier kunnen we het doen. En ik begrijp van STVB dat dat niet zo is. En dat er wordt gezegd van, misschien is het nog extra nodig. Ik begrijp gewoon niet waarom er nu de keuze wordt gemaakt. Er is een besluit, we kunnen aan de slag, om dat dan weer helemaal open te breken. Ik zie meneer Mulder, die wil erop inhaken. Ja, nou ja, inderdaad. Wat dat al is, er is gewoon een besluit genomen, er is een duidelijk raadsvoorstel. En dat raadsvoorstel is er zelfs bedragen gespecificeerd voor de kunstgasvelden die er moeten komen. En dat is door het vorige college geaccordeerd. Nou, er is een persbericht geweest, er is een besluit geweest, het is telefonisch toegezegd, persoonlijk, per mail. We gaan beginnen, zo gaan we het doen. Nu komt er een nieuw college met een nieuwe samenstelling en ineens, we gaan het toch anders doen. En dat schaadt gewoon het vertrouwensbeginsel. Als jij een duidelijke toezegging hebt van de gemeente of van een college, dan heb je daar ook recht op. En vroeger werd dat nogal, werden te veel toezeggingen gedaan, werd er eigenlijk niet veel mee gedaan. Maar dat gaat volgens mij ook bestuursrechtelijk niet meer zo makkelijk. Je komt er volgens mij ook niet zo makkelijk onderuit. U bent dezelfde, meneer Wiesenecker. Ja, bedankt voorzitter. Ik ben blij met wat de wethouder zojuist zei, want volgens mij zei de wethouder zojuist dat aan dat besluit wat gedaan is niet wordt getornd en dat wordt gekeken hoe dat ingevuld gaat worden. Nou, de vraag die ik er dan wel bij heb, is wat is nou het huidige probleem met de berekeningen die er zijn? Volgens de parkeernormen zou 120 plekken nodig zijn. Volgens college 299 en met de schets van het halve veld inleveren zit STVB al op 294. Dus dat lijken er 5 te weinig. Daar moeten we toch uit zien te komen. Dus wat is nou het probleem en welk perspectief kan u bieden aan de vereniging om wel het volgende seizoen met die 2 velden aan de slag te kunnen? Er worden onderzoeken gedaan, dat is op zich duidelijk, maar daar kan je toch ook een tijd aan binden. Dus met welk perspectief kan de vereniging hier vanavond weg? Meneer De Knecht. Ja, dank u voor het woord, voorzitter. Ja, het gaat steeds meer toch in mijn hoofd wat conflicteren, zeg maar. Er was een oorspronkelijk plan, ik leg het even kort uit. Een half veld 3 zou worden opgeofferd. Daarbij komen de 2 nieuwe velden zonder verlichting. En volgens mij is nu het huidige collegevoorstel, maar correct me if I'm wrong, oftewel
corrigeer me als het niet goed is, dat heel veel 3 wordt opgeofferd en dat er 2 velden komen met verlichting, met eventueel nog een 3e veld. Dat is toch een andere situatie dan datgene wat in eerste instantie de bedoeling was, of zie ik het dan niet goed? Mevrouw Pluimers, er zijn heel veel vragen. Probeer het dus duidelijk uit te leggen. Ik ga mijn best doen, voorzitter. Voorzitter. Oh. Voorzitter. Ik heb ook nog een vraag aan het college. Ja, voorzitter, ik heb dus eigenlijk dezelfde vraag aan de wethouder. Was u wat u betreft ook nog in gesprek met de STVB over de oplossing van die problemen? Want in het brief staat inderdaad, sinds 2008 zoekt STVB uitbreiding. Nou, dus vorig jaar is de grond gekocht, eind vorig jaar. Nieuw college heeft een gesprek en 5 weken later een brief in de krant naar de raad. Mijn vraag aan het college, was u volgens... Was u als wethouder nog volop in gesprek over de afwikkeling en tot een oplossing van deze problematiek? Meneer De Vries, nog even. Ik wil dat toch even reageren naar de heer Van der Bommel, want nieuw college, nieuw college. Er is een college dat een besluit heeft genomen en het volgende college heeft dat uit te voeren. Er staat een hele duidelijke planning in dat dient uitgevoerd te worden. En dan kunt u schermen, ja, nieuw college en in gesprek. Uw punt is helder. Het staat gewoon op papier. Meneer Mulder, nog even. Voorzitter, het was een feit dat er een nieuw college kwam. En dat er een nieuwe afspraak moest worden gemaakt en dat er een nieuw gesprek plaatsgevonden is. En ik wil graag weten, als STVB zegt, meneer Van der Hoorn, 5 weken later... u krijgt zijn antwoord, denk ik. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad. Kijk, je kan dan inderdaad met bijvoorbeeld een nieuw voorstel komen van... ja, maar wat nou als we heel veel 3 opofferen? Maar er is al een collegebesluit genomen en er wordt daar getornd. Dat punt is helder, dat krijgt u antwoord op, denk ik, van de wethouder. Kom zo meteen nog wel verder. De wethouder. Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag toch even herhalen wat ik eerder gezegd heb. In maart is er inderdaad een besluit genomen en wij tornen niet aan het verhaal over uitbreiding. Daar staan we nog steeds achter. Echter, een randvoorwaarde was dat we dat gaan uitwerken. En dat betekent dat we een goede ruimtelijke kwaliteit willen. En dat er een aantal aspecten zijn die dus beoordeeld moeten worden. Dat is duidelijk aangegeven. Nou, dat gaat over het aantal velden bijvoorbeeld. Het gaat over het licht. Het gaat over parkeren. Het gaat over de entree. Het gaat over het groen. Het gaat ook over afspraken en beloften met de buurt. Het gaat ook over verkeersveiligheid, zoals bijvoorbeeld de bus. Al die aspecten die moeten na zo'n besluit dan gaan landen in onderzoeken en uitwerkingen. Nou, in augustus hebben we inderdaad een gesprek gehad, als eerste die vraag van de heer Van der Born. Ja, wij waren inderdaad in de veronderstelling dat wij nog in gesprek waren. Want in het gesprek van augustus hebben we al onze dilemma's en vraagstukken op tafel gelegd met elkaar. We hebben goed gesprek gehad, goed besproken allemaal. En wij gingen het gesprek uit met, wij gaan een aantal dingen nog uitzoeken en opnieuw bestuderen. En welke zijn dat dan? Dat zijn de punten die ik dus net genoemd heb. Dus wij waren daarmee bezig en waren in de veronderstelling dat wij in ieder geval met elkaar nog in gesprek kwamen. En waren en zouden gaan komen. En dat we op die punten dus ons huiswerk zouden gaan doen en dat we daarop terug zouden komen in een volgend gesprek. Dat is als eerste. Dan als tweede over die goede ruimtelijke kwaliteit. Ja, dat vinden wij van wezenlijk belang. En de belofte aan de buurt vinden wij ook van wezenlijk belang. En dan stip ik daar het punt aan van de verlichting. Afspraak is afspraak. Dat is ook een uitgangspunt van dit college. Het is jammer, en daar sluit ik aan bij de heer De Knecht van de SGP, dat die onrust is ontstaan door de brief in de krant. Dat vindt u wel heel spijtig, want wij willen graag een goed participatie- en communicatietraject. En als we dan nog met elkaar in gesprek zijn en dit komt er eigenlijk tussendoor, dan is dat heel erg jammer. Want ook de bevolking die heeft er recht op dat wij de afspraken nakomen en goed communiceren met elkaar. Dus wij vinden dat spijtig en we hopen dat de buurt toch op een of andere manier hierdoor gerustgesteld is dat wij dus aan onze afspraken houden. Dat even op dat punt. Nou, dan de 3 varianten. Hè, wat ik al zei, dat komt voort uit het besluit van het college. Nogmaals, de uitbreiding staat niet ter discussie. Elke sportclub is ons even lief, dus STVB ook. En als we daar dus een besluit over hebben genomen, hè, de aanschaf van grond, 1,7 miljoen, dan gaan we dat uitwerken met elkaar, zoals we dat altijd doen. Die 3 varianten, die hebben we met elkaar uitgewerkt. En al die punten, ik heb er dus heel wat opgenoemd, die zijn allemaal gescoord. Plusjes, minnetjes enzovoort. En uit die scoringslijst, daar is de variant uitgekomen die we hebben voorgelegd. En dat betekent dat die dus getoetst zijn volgens de KNVB-normen. Dat die getoetst zijn op verkeersveiligheid. Dat die getoetst zijn op een goede ruimtelijke inpassing. Dat die getoetst zijn als het gaat om parkeerplekken en zo meer. En als we dan alles bij elkaar optellen, vinden we dit de meest goede uitwerking die er is. Maar goed, we hebben dus vorige week opnieuw een gesprek gehad met de STVB.
We hebben opnieuw het een en ander gewisseld met elkaar. Ja, en daar hebben we ook afspraken gemaakt over het vervolg. Nou, ik vind het ook niet zo heel erg het goede moment nu om daar dan te zeggen wat daar in dat gesprek allemaal heeft plaatsgevonden. Maar we hebben wel een vervolg afgesproken met elkaar. Nou, nu zitten we hier met elkaar en ik ga uw vragen daarop beantwoorden. Even kijken. De bewoners, daar heb ik iets over gezegd. In hoeverre is deze oplossing toekomstbestendig, is een vraag van de SGP-fractie. Nou, dat is de zorg die wij wel op tafel hebben gelegd. Hè? Dat wij met elkaar concluderen op basis van zorgvuldig onderzoek optie 1 de beste variant is. En we hebben natuurlijk kennis genomen van het feit dat STVB daar dan niet gelukkig mee is. Dat betekent dat wij gemeenschapsgeld gaan uitgeven. En daar hebben we ook inderdaad een keuze voor gemaakt. Maar het is wel onze plicht om altijd, als we belastinggeld uitgeven met elkaar, continu te monitoren, zijn we nog op de goede weg met elkaar. Dus er ontstaat ongemak of twijfel. Als wij dus een keuze maken om veel geld uit te geven, daar staan we achter. Maar als niet iedereen daarmee blij mee is, zijn we dan nog op de goede weg. Dat is het enige wat wij op tafel hebben gelegd. Dan, als het gaat om onze twijfel van het college. Dan, parkeren, ja, dat is dus niet het enige probleem of het enige vraagstuk. Wij scoren alle voorstellen op al die onderwerpen die ik zojuist heb genoemd. We gaan dus niks terugdraaien. We hebben nog steeds de intentie om er met STVB uit te komen via een goed gesprek met elkaar, waarin we afspraken maken hoe we dat met elkaar doen. Ja, en dat is, denk ik, voorzitter, het verhaal wat ik mee dank kan u wel. Geven. Ik zag nog wat vingertjes. Meneer Lasje, die was volgens mij het eerste. Ja. Ja, dat mag, als dat hierop is. Ja, dat is het wel, want er was inderdaad een vraag, ook van een van u aan de heren van het voetbal, van die verlichting. En dat was nou net, van zou het nou op een andere manier kunnen? En dat was nou net de, zeg maar, de gedachte die in een gesprek zich ontspon. En bij mij vandaan kwam van, nou, is er binnen de afspraken met de buurt, zijn er dan nog creatieve oplossingen te bedenken? En, die bleken er niet te zijn, dus daarmee is het ook van tafel en kan de buurt ook ervoor vertrouwen dat wij onze afspraken nakomen. Dat was de oorzaak van dat even op tafel geweest is. En ook dus weer er vanaf is. Tweede is, voorzitter, van, daar wil ik toch wel even op aanhaken nog van, er wordt naar dat collegebesluit verwezen. Als u goed leest wat er in het collegebesluit op de besluiten, en daar heeft mevrouw Pluimers ook heel terecht gezegd, van, we houden ons aan de besluiten die genomen zijn, maar op pagina 2 onder het kopje vervolg staan heel op tekst. En ik heb die vanuit mijn rol om straks een bestemmingsplan ook houdbaar naar u te brengen en als die aangevochten wordt houdbaar te houden, te zorgen dat het water goed in zit, parkeren goed in zit, veiligheid goed in zit, verkeer goed in zit. En dat onder het kopje vervolg staan een stuk of 10 regels, of nog ineens 10 denk ik, waar al die aspecten in zitten van hier moeten we nog naar kijken. En dat is de reden dus ook om dat gesprek te vervolgen. Meneer Lasje. Ja, voorzitter, ik zit er zo om al te beluisteren en dan komt bij mij op dat je 5 jaar hebt onderzocht en onderzocht en nog een keer onderzocht en een besluit neemt. En dat je na het besluit nemen nog een keer moet gaan onderzoeken. Dat verbaast mij wat. En mijn grootste vraag is interruptie. Interruptie, voorzitter. Meneer Van der Born. Ja, het verbaast me niet. De grond is pas eind vorig jaar gekocht. Dus de grond is pas sinds vorig jaar november in ons bezit. En dan kan je pas als de grond in je bezit is, dan pas kun je gaan beginnen met onderzoeken. Maar je hebt toch een besluit genomen, dan heb je toch wat onderzocht? Nee, want wat je kan pas aan de bak als je de grond in bezit heeft. De grond, fantastisch. De gemeente heeft dank de grond pas sinds november in bezit. Meneer Van der Borden, u heeft helemaal gelijk, maar ik verbaas mij daarover. En dat is mijn reactie. Wat is uw vraag, meneer Lasje? En mijn verbazing ligt hem er veel meer in dat ik denk van, goh, als je dan na zo'n besluit met elkaar aan tafel komt en er komt een boodschap in waarin lijkt licht te zitten, kan het college zich dan voorstellen dat de tegenpartij dan nadenkt over van, is hier wel sprake van behoorlijk bestuur? Het college. Ik zou meteen even iets willen zeggen over het woord tegenpartij. Daar herken ik mezelf en het college ook helemaal niet in. We hebben juist altijd de intentie gehad en nog steeds om er samen uit te komen. We willen niet tegenover elkaar staan, we willen naast elkaar staan. Zo is het ook altijd geweest. Het klopt, we hebben pas een jaar de grond in bezit en dan kan je pas gaan handelen. De heer Wijnen zegt ook terecht, we hebben al die randvoorwaarden gewoon te onderzoeken, anders gaan we bij de Raad van State nat. Dat willen we niet. We willen een goed gedegen plan waar iets onder ligt.
daar tegenover staat natuurlijk, dat ik wel teleurstelling kan begrijpen. Of het college kan dat wel zich voorstellen. Als je een ander beeld hebt van wat het zou kunnen gaan worden, en dat blijkt toch anders te zijn, dat je daar teleurgesteld over bent. Dat snap ik. Maar we hebben altijd de intentie, ook op 30 augustus gehad, en ook vorige week weer, er met elkaar uit te komen met elkaar. Maar wel volgens de regels en de randvoorwaarden die ons gesteld zijn. Meneer De Vries. Ja, ik heb er echt een bezwaar tegen wat hier gebeurt. Als ik kijk naar dit collegebesluit, staat er heel helder, wat gaan we doen met elkaar? En dan staat er bij het vervolg, staat er toekomstig gebruik te realiseren op een half veld. Een half veld, het andere helft wordt gebruikt voor parkeren. Een heel duidelijk besluit. En ze kan nog even doorgaan dat het gaat over milieuzonering en dat soort dingen moeten onderzocht worden. Maar de kaders, als het gaat om, en dan ga ik iets verder naar achter, waar de financiën zelfs nog bij staan. Twee natuurgasvelden, één kunstgasveld, een half kunstgasveld en aanlegparkeerterrein. Met het geld erbij, totale globale kosten staat erbij en dat gaan we uitvoeren. En ik heb er echt bezwaar tegen dat hier het college aangeeft, want dit hebben we met elkaar besloten. En daarna gaan we nog even wat scenario's kijken. Dit is het enige scenario dat er was en dat moeten we gaan uitvoeren. Dus daar graag een reactie op. Nou, daar een reactie op. Hoe het kan dat u aangeeft dat er nog scenario's komen, terwijl hier heel helder staat dat er maar één scenario is en dat wordt uitgevoerd. College. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben die scenario's uitgewerkt. Hè. Er zijn drie varianten. Ik heb ze hier ook voor me. Waarbij... Voorzitter, dit is het scenario wat er staat. Ja. Dus u geeft aan drie scenario's uitvoeren. Waar staat dat u drie scenario's kunt uitvoeren? Meneer Vries, laat even de wethouder uitpraten. Ja, ik ben meestal consistent in wat ik zeg, voorzitter. We hebben drie varianten uitgezocht. Dat is conform het raadsbesluit in maart 2022. Waarbij dus gesteld wordt dat wij de randvoorwaarden met elkaar bestuderen en onderzoeken. De drie varianten liggen hier voor mij. Deze varianten zijn bij elkaar gezet. Daar is op gescoord, op al die punten die van ons van belang zijn. En wat de heer Wijn ook terecht zegt, waar wij een gedegen plan moeten kunnen voorleggen om het houdbaar te houden voor de buurt en voor de Raad van State natuurlijk. Nou, wij concluderen dan dat een aantal dingen te krap zijn berekend. En dat is dus een voorstel met een half veld en parkeren enzovoort. En dan gaat het ook over wet natuurbescherming bijvoorbeeld. Dat is de gedachte geweest. Maar de duidelijke randvoorwaarden, we hebben het uitgewerkt en we concluderen dat er twee varianten te krap zijn en dat die dus niet goed genoeg haalbaar zijn. Meneer De Vries, nog even kort. Ja, een excuus dat ik er tussendoor doorheen ging. Dus excuus daarvoor. Laat ik me heel feitelijk vragen. Waar staat in dit collegebesluit dat u drie scenario's ging uitwerken? Waar staat het? Het college. Ja, voorzitter, er staat niet drie scenario's, maar bij het vervolg staat van dat... u hebt de beslispunten die kent u, hè? Dat geld beschikbaar gesteld wordt dat we het gaan doen. En dan bij het vervolg staat, het voorstel van de voetbalvereniging is mogelijk mits meerdere randvoorwaarden komen te vervallen. En dan leest u verderop ook dat er de projectgroep zegt van nou, dit is wel heel strak, het is wel de vraag of ons dit lukt. En het is gebleken dat niet lukt. En we hebben vorige week overigens afgesproken met de vereniging dat wij nog één keer dat allemaal strak neerzetten en toelichten en dat de vereniging daar hun visie op geeft en dat we dan vervolgens als college een besluit nemen. Dus er is ook geen besluit genomen nu, het ligt nu ook niet een besluit voor, maar er staat niet dat we dat volgen, er staat dat daar dus vraagstukken in zitten. Dat lijkt me En ik reageer alleen dat de vraagstukken helder, dat staat erin. Maar de opening die het college nu creëert, staat hier niet. Daar blijven we van mening over verschillen, denk ik. Wie mag ik het woord geven? Meneer Wies. Ja, bedankt voorzitter. Opnieuw ook wethouder Wijnen geeft aan in dat besluit staat dat geld is beschikbaar en dat gaan we doen. Hè. Met dat perspectief zijn we met elkaar in gesprek. Nou, ik ben blij om dat te horen. De vraag die ik net wel stelde, met welk perspectief kan de vereniging nou nu weggaan in het vertrouwen dat het seizoen 2023-2024 gestart kan worden met die twee nieuwe velden. Want ook het plan wat vanavond bij ons op tafel ligt, want ik weet niet precies welke drie scenario's u nu voor u heeft liggen, maar we hebben in ieder geval net een voorstel van de STVB gekregen. En dat voldoet in ieder geval echt volgens mij in die parkeernormen. En dat lijkt in ieder geval in de gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd het grootste probleem te zijn. Dus met welk perspectief kan de vereniging hier nu weg
waarbij ze het vertrouwen kunnen hebben dat ze in 23-24 kunnen starten met deze twee nieuwe velden. Het college. Eén opmerking, voorzitter. Nogmaals, we hebben er alle... We hebben de intentie om er met elkaar uit te komen, nog steeds. Daarom hebben we ook een keuze gemaakt om 1,7 miljoen uit te geven voor de aanschaf van grond voor de velden. Dat willen we. De uitbreiding staat niet ter discussie. Maar nogmaals, we hebben wel een zorgvuldig plan nodig. En ik zou graag, voorzitter, als mag, mijn collega even het woord willen geven over een aantal aspecten. Dank u, voorzitter. Nou, ik merk dat er heel sterk wordt ingespeeld op dat parkeren. En de wethouders hebben het ook al eens benoemd. Voorafgaand, voordat je zo'n bestemmingsplanprocedure gaat starten, hebben we inderdaad die onderzoeken te doen. Dat zijn de spelregels, de wettelijke gegevens die we gewoon hebben te hanteren. Dat geldt voor elke ontwikkeling. Het lijkt nu dat wij specifiek voor deze vereniging andere maatwerk toepassen, maar dat is niet het geval. Dus het geldt gewoon voor elke ontwikkeling, of het ruimtelijke of vanuit de sportvereniging, hebben we gewoon een aantal aspecten te onderzoeken. En dan zit het hem vooral in die goede samenhang met elkaar. Dus we hebben het niet specifiek alleen over het parkeren, of we hebben het niet alleen specifiek over de groene structuren, vanwege de hittestress, die natuurlijk ook steeds meer een belangrijk aandachtspunt zijn. We hebben het over het water, de soorten afwatering. We hebben het over het verkeer, het parkeren. Onderschat niet de intensiteit die je gaat meer maken op een kleiner stuk gebied. Dat vraagt iets. Op dit moment zijn er diverse plekken waar er nu geparkeerd wordt. We kiezen ervoor om het nu op een centrale plek te creëren. Een van de uitgangspunten die altijd zijn meegegeven. Om die entree duidelijker, overzichtelijker, veiliger, efficiënter in te gaan richten. Allemaal aspecten die we tegen het licht hebben gehouden en gezegd, nou, wat zou daar dan de beste kwaliteit in kunnen zijn? En vanuit dat oogpunt hebben we ook gezegd, ambtelijk, laten we daar op verschillende varianten tegen het licht houden en daarover het gesprek voeren. Hoe kijken we daar nu naar? Wat betekent zulke aspecten. En dat is eigenlijk wat er dus ook is gebeurd. Meneer De Knecht, had u hier een vraag over? Voorzitter, ik heb dan nog geen antwoord op de vraag gekregen. Want ik snap uw toelichting, want dat heb ik ook gelezen. Maar met welk vertrouwen kan de vereniging nu weg dat soort onderzoeken klaar zijn voor het nieuwe seizoen? Ja, voorzitter, we hebben op het moment dat we alle tekeningen zeg maar definitief hebben, laat ik het zo maar even noemen, alle schetsen en tekeningen definitief hebben en daarop de onderzoeken uitgevoerd hebben, hebben wij een bestemmingsplanprocedure te voeren. Dus die is niet, het is een illusie om te denken dat 1 augustus 23 die hele procedure afgerond is. Ja, een bestemmingsplanprocedure gaat maar uit van een jaar, maar dan moet, als je start. Dank u wel. Meneer De Knecht had nog een vraag. Ja, daarmee wordt deels mijn vraag beantwoord, namelijk de termijn waarop we iets kunnen verwachten, zeg maar. Ik had nog wel een vraag over de derde stakeholder wat mij betreft, dat is toch echt de buurt. In hoeverre wordt die hierbij betrokken? En bijvoorbeeld ook het wijkplatform, heeft dat hier ook nog een bepaalde rol mee? Omdat ik merk dat zodra dit soort processen ook in de openbaarheid zich af gaan spelen, via de krant om maar zo te zeggen, er enorm veel onrust ontstaat. En ja, wat mij betreft die onrust echt weggenomen moet worden. Dat hebt u goed gedaan wat mij betreft als het gaat om de beantwoording. Maar dat moet in het vervolg ook wel degelijk nog wat vertrouwen terugkrijgen. Mevrouw Pluimers, even kort. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik onderschrijf het van harte dat het belangrijk is om de buurt goed mee te nemen. We hebben dit ook niet gewild. Nogmaals, we waren in de veronderstelling dat we met elkaar in gesprek waren. Ik ben me langer dan vandaag. Goede participatie, goede communicatie hoort er echt bij en willen we dat ook gaan doen. Dus zijn we eruit, hebben we een plan, dan gaan we het op een zorgvuldige wijze communiceren naar alle stakeholders. En zeker ook de buurt en het wijkplatform. Dank u wel. Meneer Van der Born. Ja, voorzitter, ik hoor de zorgen van STVB, een fantastische grote vereniging, grote vrijwilligersvereniging. En die willen gas geven, dat snap ik wel. Dat is ook goed. Ik snap ook de zorgvuldigheid van het college, want we willen niet nat gaan met de Raad van State. Als je het plan niet goed onderbouwd hebt, dan is dat een kans. Ik hoop echt dat de gesprekken voortduren en dat als we de volgende keer even niet mee zit, dat niet direct de krant gezocht wordt. Want dat zorgt wel voor een hele hoop onrust, zien we vanavond wel. Dat was misschien helemaal niet nodig geweest. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor geen vraag. Ik heb geen vraag, dat is mijn opmerking. Meneer Mulder.
Ja, inderdaad, dank u wel, voorzitter. En inderdaad, er is een hoop verwarring over dit onderwerp en een hoop consternatie. Maar dat komt denk ik niet omdat SDVB op een gegeven moment de pers heeft opgezocht. Ik denk dat SDVB door de gemeente en een huidig college, of misschien zelfs vorig college, op de verkeerde voet is gezet. Als je ook in het persbericht kijkt, uiteindelijk is in overleg met de voetbalvereniging gekozen om een van de bestaande velden voor de helft in te zetten voor parkeren, zodat enzovoorts enzovoorts. Dus de gemeente doet er een persbericht uit, wij kiezen voor dit plan. En dan mag je ervan uitgaan dat de SDVB denkt, dit wordt het, zo gaan we het doen. Er komt een nieuw college en die zegt, wij hebben drie voorstellen voor u. Ja, dan heb je toch het gevoel dat je de aap gelogeerd wordt. Dan is het toch niet gek dat op een gegeven moment de SDVB denkt, en nou is het klaar. In 2019 is er besloten, we gaan beginnen met die uitbreiding. Uiteindelijk 3 jaar later kiezen we, die kant gaan we op. En dan daarna zitten we ineens, ja, maar we moeten dit nog uitzoeken en dat nog en zus nog en zo nog. En dan zeg je vervolgens, ja, wij snappen niet dat de SDVB de pers opzoekt. Dan span je het paard achter de wagen. En mijn vraag is dan ook, wat het college eigenlijk vindt van deze gang van zaken. Kan het college hierop op zichzelf reflecteren? En ook, hoe voorkom je dit in de toekomst? Wanneer je dit soort besluiten neemt en vanuit een nieuw college een besluit van het vorige college eigenlijk, in ieder geval voor het gevoel van de mensen thuis en van de voetbalvereniging eigenlijk het besluit in de prullenbak gooien. U punt zo is duidelijk. Het college. Even kort op reageren. Ja, voorzitter, als we moeten reflecteren, dan is het zo dat ik denk ik geknipt voor de neus waard zou zijn. Als ik u vervolgens gewoon denk van, nou ja, oké, dit is het plannetje en die moet nu verder. En ik negeer gewoon alle ambtelijke adviezen over van wethouder, je loopt gevaar met parkeren met nog een aantal dingen. Breng me naar de raad, want dat was het. En dan zeggen we allemaal ja. En dan vervolgens kunnen we naar de Raad van State en dan gaat het niet goed. Dan zeggen we, waarom hebt u ons dat niet verteld? Dit was, hieruit blijkt duidelijk, dit was de aanzet, zo wilden we doen. Alleen er moest nog heel veel dingen uitgezocht worden. Volgens mij wist iedereen dat. Dus ik denk dat wij daarin goed gehandeld hebben, dat we SDVB meegenomen hebben in de dilemma's die spelen. En dat doen we nog steeds en dat blijven we ook doen. Uw antwoord is helder. Ik wil gaan afronden. De tijd is bijna om. U wilt daar nog op reageren? Nou, heel kort. Ja, nee, ik denk dat het inderdaad, voorzitter, dat het juist is dat de wethouder ook zegt van ja, als wij van de ambtenaren die signalen krijgen, dan moet je daar wel naar handelen. Alleen, het is voor zo'n club niet duidelijk. Want je denkt van ja, we hebben er zo vaak over gepraat. En als je dan het besluit neemt, dan zou je die ambtelijke advies toch ook al eerder gehad kunnen hebben. Ook voordat je zegt, we kiezen voor dit model. Want als je die adviezen dan hebt, dan kies je toch niet voor dit model. Nee, voorzitter, zo werkt die volgorde niet. Ik weet nog goed hoe dat in maart ging. Dat er behoefte was aan een collegebesluit. Van dit, want er moest geld beschikbaar gesteld worden. Van is er nu een go dat we dit gaan doen? Want dat is best een groot besluit waar het om veel geld gaat. En dan neem je dus eerst het besluit van nu weten we dat er rugdekking is in het hele college. Van dit gaan we doen. En dan ga je uitwerken. En als je eerst uitwerkt en we komen een jaar later van en iedereen zegt, of de raad die zegt van ja, maar dat hadden we niet in de gaten, dat het zoveel geld kostte. Ik denk dat de goede volgorde is, eerst geld beschikbaar stellen, besluit op hoofdlijnen, dan weet iedereen dan wat er gebeurt. We hebben een goal en nu gaan we uitwerken. En dan loop je soms tegen dingen op waarvan je wou dat dat anders was. Zijn er nog andere vragen? Want we moeten echt door. Dit punt is voldoende beantwoord, uitgebreid beantwoord. Echt nog een andere vraag. Ik wil bij één vraag houden en ik wil nog één keer het rondje doen. Meneer Lasje. Ja, voorzitter. Ik lees in het persbericht wat wij net uitgereikt gekregen hebben van 28-3... dat het college, waar meneer Wijnen destijds ook deel van uitmaakte, stelt dat naar verwachting het voorontwerp bestemmingsplan rond de zomer ter inzage komt te liggen. En daarna ga je alsnog opnieuw onderzoeken. En hoe verhoudt zich dat dan met elkaar? Want voor de leek is het niet te begrijpen en voor mij eigenlijk ook niet. Meneer Wijnen. Voorzitter, ik vind het ingewikkeld om nu, er wordt nu iets geciteerd wat ik hier niet bij me heb, wat ik ook niet voor me heb en waar ik van niet de hele context kan lezen. Dus ik ga daar even niet op reageren. Daarna de van de week even op reageert. Meneer De Vries. Ja, dank u wel, voorzitter. Om het nog even te hebben over dat we dit nu in de openbaarheid bespreken. Ik denk dat dat heel goed is.
Dat de SVB hier ook een goede zaak doet om dit open te leggen en te zeggen wat hier gebeurt. Hoe ik erover denk, daar ben ik volgens mij wel helder over geweest. De reactie als het gaat om wat de heer Lascher aangeeft. U heeft volgens mij wel het collegebesluit voor u. Daar staat ook een planning in. In die planning staat vanaf juni 2022 gaan we aan de slag. En uiteindelijk Q1, Q2, 23 zijn we klaar. En dan ligt de planning, en dan hebben we het uitgewerkt. Hebben we het geld dat we hebben besteed op de verschillende kopjes waar ik het net over had, hebben we uitgevoerd. En kunnen we aan de slag. En snapt u dan, dat is mijn laatste vraag, snapt u dan de verbazing van SCVB dat het nu anders wordt dan wat hier geschreven staat? Meneer Wijnen of mevrouw Pluimers? Nou ja, ik kreeg ook, in dit geval mij sluit dat wel aan op de vraag die de Vries stelde, die de heer Lasje stelde, van, die citeerde uit het persbericht. En ik denk dat dat wel optimistisch was toen, met wat ik nu weet. Dus als u vraagt, snapt u dat er dan teleurstelling is dat dit langer duurt, dan snap ik dat. Ja, op inhoud en planning, dus allebei. Dus als het gaat om de inhoud, dat er dus andere keuzes worden gemaakt dan wat er in het stuk staat. En qua planning, dat dit uiteindelijk betekent dat deze vereniging niet volgend jaar het nieuwe seizoen gebruik kan maken van de velden. Nou, de inhoud hebben we het net al uitgebreid over gehad. De planning heeft u antwoord op gehad, dus ik ga naar de volgende. Wie had er nog een vraag? Meneer De Knecht. Nou ja, meer een afrondende opmerking, want volgens mij is dit een B-stuk waar wij ook een opinie mogen geven. En wat mij betreft is het op dit moment nog een intern proces wat gevoerd wordt met de stakeholders die er nog volledig aan tafel zitten. En komt er zometeen een gedegen raadsvoorstel, wat een goede zaak is. Want als wij een half raadsvoorstel krijgen zometeen en dat gaat naar de Kneuterdijk, dan weten we wat er gebeurt. Bovendien komt er dan een beroepsprocedure waarbij de bewoners en wellicht SDVB ook nog de een en ander gaat zeggen. Ik ga dat liever voorkomen, de SGP gaat dat liever voorkomen en heeft liever een gedegen voorstel. En wens u daarbij veel succes. Dank u wel. Dan geef ik als laatste de gelegenheid om nog een kort statement te maken door de heer Van Beek. En dan gaan we dit punt afronden. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de vragen gehoord en hierna wat aantekeningen gemaakt. Ik kom heel kort terug op het licht. Wij hebben niet gevraagd om licht. Wij hebben gevraagd om door te pakken op het besluit van 22 maart. Wat gewoon heel duidelijk is. Afgelopen week werd er gezegd, het wordt veld 1. Dat wordt het voorstel wat naar het college gaat. En anders niet. En we twijfelen eigenlijk over deze plek. En dat doet erg pijn, want dat geloven we bijna niet. €850.000 hebben wij als vereniging geïnvesteerd 4 jaar geleden, samen met de gemeente, die daar nog een heel veel geld aan toe heeft gedaan voor kleedkamers. Voor SVB is alles afgedekt. Veiligheid is duidelijk. Kissen en ruiters voor elkaar. Bus, parkeerplaatsen, veilige opstap, allemaal voor elkaar. 2 jaar geleden gerealiseerd, misschien wel 3 jaar geleden, met de gemeente samen. Dus het gaat hier wel om parkeren. Het gaat wel om die plek. En dat baart ons zorgen. En het gaat hier niet om SDVB, maar het gaat hier om 150 kinderen die willen sporten. En die willen voetballen bij SDVB. En daar zitten wij mee. Dank je wel. U ook bedankt voor uw komst. En we schorsen even. We gaan even 5 minuten pauze houden. En dan gaan we verder met het volgende agendapunt.